Ja, nou. Ook nog even een vlog vandaag. Een hele drukke dag. Ik weet niet of dit lekker is zo met die zon achter me. Maar ik moet terug. Want ik heb al 30 kilometer gelopen vandaag. En nou, er komt nu weer wat bij. Dus rustig aan. Ja, wat is mij gisteren gebeurd? Want dat wil ik ook nog even kwijt. En dat is wel een mooi onderwerpje voor vandaag. Voor een Rafsa Papi vlogje. Gisteren was ik ook hier. En waar ben ik? Hier ligt Gouderak. En daarachter Moordrecht. En hier heb je de Stolwijkse Boezem. Waarom dat in Gouderak Stolwijkse Boezem heet, snap ik. Maar dat heb ik al een keer. En ik was daar geëindigd. Ik denk, ik ga erin, ga er weer uit. En helemaal lopend van huis is meestal iets van 16 kilometer. Dus dat was ik van plan. En ik had Papi. Hey, kom. Hier een rattenzoeker heb ik gezien. En ik was de Stolwijkse Boezem op. Dat is een paadje waar ik wel eens eerder gefilmd heb, dus dat zou je kunnen kennen. Maar daar kan je in. En je kan er alleen maar op dezelfde weg weer uit. Dus het is een death trap. En in dit geval bleek dat zo te zijn, want ik kom aan het einde, helaas ook helemaal aan het einde, kom ik twee heren tegen die in het groen gestoken, militair groen, mij aanhielden. En ik dacht eerst nog heel naïef, gezellig, die willen wat weten van mij. Nou ja, bleek een hele andere reden. Papi mag niet los. Nou, wist ik dat natuurlijk stiekem wel. Want op al die borden, op alle borden waar je doorheen komt bij hekjes, staat een bordje Zuid-Hollands landschap. En daar staat bij honden aan de lijn. Nou, ja, als het overal staat... overal op die paadjes, op al die paadjes, dan betekent dat dus dat ik Papi nooit mag loslaten en aan een riempje moet doen. Nou, het zijn single track paden die vaak heel smal zijn en dan moet ik dan een lange riem, nou ja goed, hoe dan ook. Ik heb er nooit echt bij over nagedacht om dat überhaupt te gaan doen. Het is praktisch onmogelijk. Ik loop al 10 jaar met die hond. Zolang als hij leeft. Kijk, daar ook weer zo'n bordje. Ik kan er misschien wel even naartoe. Om te laten zien. Het staat daar misschien ook op. Nou, hier is een kwetsbaar natuurgebied. Nou ja. Dit soort teksten. En dan allemaal artikel en... mag allemaal dingen niet. Nou, kijk, ik zal hier niet op gaan lopen, want dat mag niet. Dus doe ik dat niet. Hè? Dat soort dingen, daar hou ik me dan wel aan, want er is iets kwetsbaars. Ik weet niet precies wat. En, ik hoef niet alles te weten. En hoe heet dat? Dus daar loop ik niet. Maar op de paadjes waar ik altijd kom, mag ik mijn hond dus niet los. En nou ja. Ik heb die meneer verteld wat ik daarvan vond. Ik zeg, nou ja, dan... er is trouwens nog een regel. Ik voor de zon hou ik hem even zo. Want volgens mij zit ik anders recht in de zon te schijnen. Er is nog een regel. En die zegt dat een hond eigenlijk... die geldt volgens mij landelijk... helemaal nooit los mag. Altijd aan de riem moet. Tenzij er een bordje staat dat het mag. Dus dat is heel makkelijk, want dan hoeven ze minder bordjes te plaatsen. En hoe heet dat? Ja, en die worden dan ook niet geplaatst. Want ik kom hier in de Krimpenerwaard nergens een bord tegen, behalve in die parkjes vlakbij de bebouwde kom. He, want mensen die lopen, die hebben voor hun hond, de meeste mensen hebben het niet voor hun hond over om verder dan 100 of 500 meter buiten hun huis om te gaan. Dus dan kom je in zo'n parkje, kom je dan uit en dat ligt dan ook helemaal vol met hondenstront. Inmiddels wordt het al redelijk goed opgeruimd, maar het is niet de manier waarop ik graag mijn hond uitlaat. Ik ren graag met Papi. En ja, goed, zo'n natuurliefhebber die zijn hond goed uitlaat, die wordt dan dus belet door Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands landschap om dat te doen. Hij moet aan de riem. Ja, ik word dan een beetje bozig, hè, op zo'n manier. Maar ik vertel gewoon op stellige manier wat ik wat ik daarvan vind. En op een gegeven moment wilde hij mijn naam hebben. Ik zeg, waarom wil je mijn naam hebben? Ik zeg, jij gaat er mijn naam niet zitten noteren. Ja, dat wilde hij wel. Hij gaf me een waarschuwing en die was officieel. En ik dacht dan van ja, als ze mijn naam dan hebben en ze zien volgende keer een oranje petje en een loslopende hond, dan hoppakee. Ik zeg, nou, joh, ik heb ook nog een vlog. En je kan mij makkelijk pakken. Als je wil, dan heb je me zo te pakken. En dus jouw feestje. En ik heb hem ook gezegd, ja, ik ga gewoon hier niet van leren, want ja, het is niet te doen. Nou, en ik zeg, ja, ik ga mijn naam niet geven. En toen ging hij met zijn hand naar zijn heup. En wilde hij zijn boeien gaan pakken. Dus ik kijk zo naar hem. Ik zeg, ga je me nou arresteren, joh? Dat slaat toch helemaal nergens op? Je gaat toch mij niet arresteren? Omdat ik mijn hond niet aan... Nou, ik moest er echt heel hard om lachen. Nou ja, maar ze stonden daar, we waren met z'n tweeën. Ze stonden daar redelijk strak in het gelid en ze gingen helemaal zo staan. Ik denk, jezus, wat een mafkees, joh. Nou, ik heb ook een paar keer gezegd, ja, het is je werk, je kan er waarschijnlijk niks aan doen, maar het is wel een kutbaan, hè. En, nou, het was hier vlakbij. En, ja, dus, nou ja, goed, ik geef dan maar mijn naam, je kan niet anders. En vervolgens loop ik gewoon door, hond nog los, want die heb ik niet eens aan de riem gedaan. Had ik ze voor gewaarschuwd, ga ik niet doen, ik ga het niet doen. €99 zou dat gaan kosten overigens. En als ik hier op de weg loop, maar daar gaan zij niet over, dan kunnen ze weer niks tegen hem zeggen. Alleen als hij nu dat park inloopt, hij nu dat park, ja, Papi, ga maar. En ze snappen mij dan. €99. Nou, maar er gebeurde daarvoor nog iets. Het was mijn dagje wel. Wat ook erg grappig was. Ik kom iemand tegen, daar. En staat daar een beetje met een camera te filmen en... vrij serieus. Dus ik liep er langs en ik moest een beetje inhouden. En dus ik zeg, zo, is er wat te zien? Ik denk, wat ziet ze dan? En, ik zag namelijk zelf niks. Ja, zegt ze, dat schuurtje daar. Nou, ik ga dat niet meer filmen. Er staat daar een schuurtje. En dat is 1,5 of 2 jaar geleden zo daar neergezet. En dat schuurtje heb ik me ook altijd wel vanaf gevraagd. Rare plek om een schuurtje neer te zetten. Midden in een weiland, aan het einde van een weiland, tegen dat pad aan. En een lelijk schuurtje ook, zo'n kant-en-klaar gekocht ding van hout, dan nog wel. En ja, dus ik heb het altijd al vreemd gevonden. Hij zei blijkbaar ook, wat is er mee aan de hand dan? Nou, ze zegt, het is van... een ex-wethouder van de gemeente Krimpenerwaard. En die is van de VVD. zegt ze. En ja, die heeft hier een schuurtje neergezet, want die weilanden zijn van hem. Die heeft hij gekocht en wil hij dan cranberries of zo, of bessen gaan telen. Ik zeg, je in een weiland hier? Ja, en nou, daar had ze dan nog niks van gezien, was ze ook aan het filmen. Die hele, ik ook niet, volgens mij heb ik daar nog nooit iets van bessen teelt, maar dat was dan de bedoeling. Dat had allemaal aangevraagd en oké bevonden. En dat schuurtje mocht ook, maar er was een nieuwe aanvraag voor een grotere schuur. Die schuur die zou dan 50 vierkante meter, dat is best wel een aardige schuur. Dus er komt nog een grotere schuur, komt er. Nou, zij vond dat allemaal heel naar. En ze was dat aan het filmen en aan het onderzoeken. Ik zei, waar ben je van dan? Nou, ze heette Saskia, om een lang verhaal kort te maken hoor. Saskia, Papi. Saskia de Rooij. En nou schijnt die wel bekend te zijn. Want ik begon over zwanen. Papi, deze kant. Papi, deze. Hé, Papi, deze kant. En, dat had ik niet moeten doen, want toen werd het een lang verhaal. Toen het over zwanen ging. Want ze is van de zwanen. Saskia de Rooij is die dame. Ik denk dat heel veel mensen dat gezien hebben. Die toen in het nieuws is geweest omtrent die zwanendrifters hier in dit gebied. Ik heb het ook toen gezien. Ik heb alleen nooit geweten dat dat het hier was eigenlijk. En zo dichtbij, waar ik altijd kom, maar nooit toen gerealiseerd. En zij woont dan in de buurt van Stolwijk. En ze heeft dat toen aan de kaak gesteld. En ja, dat is wel een goed ding geweest, want dat was luguber. Wat ze met die zwanen doen. Maar ja, ik begon net over, ja, volgens mij hebben we last van veel zwanen. Dus ik, juist niet, zegt ze. Maar ja, kijk, ik heb toevallig 2 keer achter elkaar een jaar gehad dat zwanen op mijn paadje, waar ik altijd langskom daar in het begin, gaan zitten. En dan gaan ze daar broeden en dan kan ik er 3 maanden niet langs. Maar nu weet ik dus van haar, want ik kon er op een gegeven moment wel langs. Want het nest was leeg en zwanen waren weg. Ik denk, nou oké, de kindjes zijn groot. Ik ben de tijd niet geweest en het kan weer. En, het is anders. Waarschijnlijk hebben ze dat ze nest leeg gehaald of eieren kapot prikken. Allemaal dat soort dingen doen ze. Papi. En om die zwanenstand in bedwang te houden. En ik ben daar een beetje dubbel in natuurlijk. Want ja, ik kijk er ook niet graag naar als die zwanen doodschieten en alles. Dat vindt niemand leuk. Maar aan de ene kant is het natuurlijk wel zo dat je ook niet een plaag moet krijgen. Maar dat schijnt nu geen sinds het geval te zijn. Dat klopt eigenlijk wel een beetje. Ik zie ook niet zo heel erg veel zwanen. Dus, ik heb er in ieder geval een heel ander, genuanceerde beeld van inmiddels. Door haar. En het heeft me wel een beetje aan het denken gezet. En ze heeft nog iets gezegd, want ik kwam terug. Want ik was op de heenweg langs haar gekomen. Stolwijkse Boezem in en ik weer terug. En stond ze daar nog steeds. Ik dacht, we staan nog steeds te filmen hier. Maar goed, ik zat met dat verhaal van die boswachters in mijn hoofd. En ik moet het dan kwijt, dus ik denk, nou, dat vertel ik ook nog even tegen haar. Ik zeg, zus en zo, ik vertel het hele verhaal. En toen zei zij van ja, dat is inderdaad belachelijk. Want als je weet hoeveel jacht hier wordt toegestaan. Dat schijnt dan allemaal 's ochtends te gebeuren. En dan kom ik hier uit. Weinig. Dan word je helemaal gruwelijk van. En dat doen ze met honden. Dus dan mag het wel. Dus die jagers die mogen gewoon tijd en wijle mogen ze die paadjes op en dan nemen ze honden mee. En dan is het geen probleem. Ja, ik vraag me gewoon... Ik heb aan die boswachters ook gevraagd, wat als je me nou echt een reden kan geven waarom ik met mijn hond, met die loslopende hond, een probleem ben. Wat is het probleem? Want je loopt op een paadje waar hij kan niet links en niet rechts en wijlen. Papi, deze kant hè. En nou even daar blijven ook. Hij kan niet links of rechts een weiland in. Als dat mocht een boer dat een probleem vinden. Want slootje, links en rechts. En dat geldt voor al die honden. Ja, er zijn wel honden die door die sloot heen gaan. Maar hoe heet dat? Ja, dat kan. Maar ja, goed. Wat dan nog? Kijk, ik moest kijken wat er in die weilanden staat. Die staan hier toevallig een paar schapen. En verder zie je eigenlijk alleen maar vogels. En dat zijn die ganzen. En that's it. En een paar zanen. That's it. Er wordt hier geboerd. Dus ik snap niet waarom je dan dus zo rigoureus op al die paadjes een hond aan de lijn moet houden. Dat slaat nergens op. Overigens houdt ook echt helemaal niemand zich eraan. Iedereen laat die honden gewoon los. Dus ja, terreur om niks. Nou, dat was mijn verhaal voor deze week. Volgende week weer een ander verhaal. En tot volgende week.